Jasper, hi. We horen net tafel 1. Waarschijnlijk is dat de feature table. Ja. Toch speciaal? Nou ja, het is wel leuk. Kijk, en het grappige is dat een vriend van mij die heeft positie op mij. Dus daar speel ik dagelijks online mee. Dus daar zit ik nog lekker mee aan tafel. Dat is gezellig. Buitenlandse vriend of Nederlands vriend? Nederlands. Gisteren nog met hem stap geweest, dus ze zijn allebei nog een klein beetje brak. Maar... Dus je hebt een goede read op hem? Ik heb zeker een hele goede read op hem, maar hij helaas ook op mij. Dus dat is niet zo fijn. Wie is het? Koen Berendsen. Oh, oké. Okay. Ja, die kennen we allemaal. Ja. Eerste keer dat je MCOP speelt of ben je er al eerder bij geweest? Ik heb al eerder keer gespeeld, alleen nog nooit een main event hier. Dus ik hoop om gelijk de eerste keer goed te beginnen. Main event debuut. Deze week heb je nog niet gespeeld, volgens mij. Nee. Een beetje online wezen klikken. Ja, online en hier ook de cash games gespeeld. Die zijn ik denk misschien wel interessanter dan een toernooi op zich. Want het niveau is echt heel erg laag. En voor de rest veel op stap geweest. Dus prima weekje tot nu toe. Klinkt inderdaad als een leuk weekje. Ja. Wat verwacht je ervan vandaag? Ik ga wat rustiger aan beginnen. Kijk, mijn internetspel is denk ik iets te agressief voor zo'n toernooi. Dus ik wil in ieder geval proberen om in ieder geval dag 2 te halen met een mooie stack. Maar ik ga denk ik iets minder agressief beginnen als ik normaal zou doen. Redelijk risicoloos dus? Nou, zeker altijd nog wel agressief, maar minder agressief dan normaal. Oké. Okay. EPT's heb je ook gespeeld? Nee, EPT's heb je nog niet gespeeld? Nee. Oh. Series en Asi Williams en LPT, maar nog geen EPT's, maar waarschijnlijk met EPT Praag ben ik er ook bij. Dus eigenlijk is dit je eerste grote Europese toernooi? Volgens mij wel. Eigenlijk alles in het buitenland gespeeld verder qua grote events. Ja, voor de rest een paar duizend euro toernooien, maar dat is toch niet zoiets als dit. Dus hopelijk gaat het goed. Nou, dan wens ik je veel plezier en natuurlijk succes bij je eerste toernooi. Dankjewel.